Frans, we zitten eind november, begin december. Wat een prachtig weer. Ja, fantastisch. En de herfst die komt, die dwarrelt gewoon in elke boom naar beneden toe. Hè? Want de kleuren zijn fantastisch. Hè? En we gaan hier wandelen. Een prachtig landgoed. Landgoed Eikenhorst. Zullen we een eindje gaan wandelen? Ja, natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Jij weet er veel van, vast. Ik denk het wel. Ja. Nou denk ik, als ik dit zie, koeien. Ja. Maar geen gewone koeien? Of? Nee, geen gewone. Dat is wel erg leuk, deze koeien. Het zijn heel speciale koetjes die echt op dit landgoed thuis horen. Het landgoed is maar 35 hectare groot. En deze koeien, die heten Dexter koeien. Dat is een Ierse ras en die zijn echt heel klein. Maar zijn al heel lang bekend, al eeuwen bekend. Maar mag ik even, deze koeien zijn dus volwassen? Die zijn volwassen, ja. Behalve die kleine die ernaast staat, dat is een jonkie ervan. Maar die bruine en die zwarte, dat is dus zeg maar een volwassen beest. En die zijn dus klein. En dat is heel speciaal bij zo'n landgoed, want het landgoed is ook niet zo groot. En om het landgoed nou groter te laten lijken, zetten ze kleine koetjes in. Ja, dat is echt, nee, dat is een grapje. Nee, dat is serieus. Dat is echt serieus waar. Plus, voorheen, wat ze ook nog vaak deden, dan hadden ze niet te veel geld. En ze wilden toch wel laten zien, we hebben een groot landgoed. Dan deden ze een lanen bouwen. Die ze op een andere manier bouwden dan gewoon. Normaal zitten de bomen achter elkaar neer. Maar die bomen werden op het laatst wat dichter bij elkaar gezet. Ja. Zo kreeg je een effect van een langere laan. En achteraan leggen ze ook nog eens een vijver neer. Ja. En dat spiegelde dan extra. En zodoende kreeg je dus extra lange laan. Ja, dat dachten ze. Ja. Ja. Je moet hem toch even groeten? Oh nee. Nee, dat wil ze niet. Nee, dat wil ze niet. Ze wil gewoon even snuffelen. Snuffelen. Prachtige beestjes, hè. Maar kortom, was eigenlijk om indruk te maken op de... Op de omgeving. Ja, dat je kon laten zien dat je een prachtig landgoed had. Ah, oké. Nou. Dat is interessant. Ja, ja, klopt dat. Hij vertelt het. Hij zegt het. Hij kwam even controleren. Boef. Het mooie, Frans, is we zijn in S. Ja, we zijn in S, absoluut. Landgoed Eikenhorst ligt in S, maar S is tegenwoordig ook Boxtel. Ja. Dus wat dat betreft zit Boxtel natuurlijk helemaal perfect. Ah. Hè? Maar dit is, wat ik net al vertelde, een mooi landgoed van 35 hectare. In 1806 is men hier begonnen op de Halse Heide. Hebben de gebroeders De Wijs hier een landgoed gebouwd met een landhuis erbij en alles compleet. Maar dan heel klein en compact. En verder zijn die andere landgoederen ook neergelegd, zoals Sparrijk bijvoorbeeld. En wat nou heel bijzonder is, het is klein, compact. En in 1933 kreeg het dus zeg maar al een prijs. Het heette eigenlijk de Natuurwet, werd opgelegd. En dat betekende dat ze mensen mochten laten wandelen hier. En in 2004 hebben ze een cultuurprijs gekregen, omdat het zo'n fantastisch mooi, compact landgoed is, waar alles aanwezig is van een landgoed. Oh, nou dat is toch mooi? Ik wil er alles van zien. Dan gaan we lopen. Nou, ik loop achter jou aan, hè? Ja. We liepen net hier langs en toen riep jij ondergroei. Ja, precies. Nou, kijk hier. Dit is ondergroei. En ondanks dat het een park is, want er zie je allemaal rhododendrons daar staan. Je hebt hier heel mooi ondergroei. Je hebt bramen, je hebt brandnetels en er zal veel meer groeien. Maar we zitten in de herfst, dus we zien niet meer zoveel. En als je aan de andere kant kijkt, ja, dan zie je dus niks in de ondergroei. Helemaal niks. Bovengroei. Ja, dat betekent dus inderdaad dat hier zeg maar nauwelijks leven is. En voor de biodiversiteit is dit heel slecht. En voor de biodiversiteit is dit heel goed, want hier leven heel veel dieren. Maar je zei rhododendron. Ja, dat, landgoedkarakter, want het is niet een originele plant uit Nederland. En daarom kun je zien dat dit een landgoed is. Het is geplant? Ja, het is geplant. Okay. Die planten komen uit andere delen van de wereld, Azië. Okay. Maar desondanks dat is het toch een behoorlijke ondergroei van allerlei soorten die wel in Nederland zijn. Maar ook bijvoorbeeld de hazelaar staat hier. Dus wat dat betreft een mooi stukje. En daartegenover denk ik kappen. Ja. Gewoon kappen. Maar je zegt hazelaar staat hier.
De hazelaar is een boom, een struik. Ja, die hoort hier ook thuis. Oh, die hoort hier wel thuis? Ja, die hoort hier thuis. Okay. Ja. Frans heeft iets gevonden? Ja, Frans heeft iets gevonden. Kijk, dit is een duif. Dat kun je zien aan zijn veren. Er was een duif. Er was een duif, inderdaad. En normaal hebben we vaker dat de havik hier aan heeft gezeten. En de slachtoffer is dan de duif. Maar in dit geval is het een zoogdier geweest. Dat kan dus een vos zijn. Hoe zie je dat? Nou, het verschil is als de pen, ik heb hier ook nog een andere pen, zeg maar heel is, dus dat de punt erin zit, dan heeft vaak een vogel dat gedaan, want die plukt de veren eruit en dan haalt hij de pen ook compleet eruit. Maar zoogdieren, die bijten de pennen los. Nou. En dat kun je mooi zien, omdat het een mooie rechte rand is. En dat, dan denk je, ja, vos, marter, ja, dat zijn de soorten die dan een duif aan kunnen. Prachtig, hè? Ja, echt wel. Want het is de eerste keer dat we dus een eentje hebben gevonden waar dus een zoogdier het gedaan. Want de meeste boksenkeuks hebben wij altijd, zeg maar, vogels gehad. Weer wat geleerd. Dankjewel. Nu loop je echt in een landgoed, hè? Want dit is echt, zeg maar, aangelegd. Hè? Rhododendrons aan weerszijden. Veel Amerikaanse eiken. Ja. Die zijn ook, zeg, rond 1850 hier binnengekomen als sierboom. Oké. Maar dat wordt ook onderhouden, dus neem ik aan. Dus. Ja, dus gewoon goed onderhoud hier. Ze zorgen ervoor dat het park blijft. Hè, want het moet... Kijk, het is anders dan in een natuurbos. In natuurbos halen ze Amerikaanse eiken eruit, de rhododendrons weg en zo. Maar hier zorgen ze dat het een heel mooi park blijft. Hè, want het is een landgoed en bij zo'n landgoed hoort een park. Ja. En er moet niet een natuurgebied ontstaan, want dat is iets anders. Ja. Maar het kan wel zijn dat het weer andere natuur oplevert en in die zin biodiversiteit. Hoe bedoel je andere natuur op? Nou, bij andere biodiversiteit, hè, die rhododendrons krijgen prachtige bloemen, er komen weer andere soorten insecten op af. Oh, okay. En dat soort dingen allemaal. Ja. De vijver hier. Zo. Dit is dus geen ven. Hè, het verschil tussen. Kijk, ik denk vermoedelijk ooit dat hier wel ven hebben gelegen, want dit was de Halse Heide. Maar later, en dat is het landgoedkarakter ook, liggen op landgoederen liggen altijd vijvers. Die zorgen ervoor dat die altijd liggen, omdat dat, ja, dat hoort bij een plaatje. Ja, dat is eigenlijk aangelegd. Precies, dit. Ja. En dan betekent dat het dus ook voedselrijk is. En dan kun je ook zien dus dat heel veel riet er staat erbij. En wat er dan bijzonder is, is dat er toch nog een elzenboom bij staat. Want die gewoon houdt meer van, ja, toch wel van niet te voedselrijk. Nou, aan de overkant staat dan wilgen. Dat past allemaal bij het plaatje van een hele mooie, ooit neergelegde vijver. Ja. Die nu een beetje in steek gelaten wordt om de natuur wat meer kans te geven. Oh, toch wel. Ja, dat zie je wel. Want het dat ziet er onverzorgd uit, maar dat is de natuur. Nee. Ja, ik vind het gewoon... Ik zou zeggen, haal die takken er even uit, joh. Nee, joh, dat inderdaad wel. Okay. Je zou takken uit de vijver moeten halen. Maar daarachter is het gewoon lekker dicht gaan groeien. Ja. Nou, dat is voor vogels ideaal. Want er zijn prachtige schuilplekken voor vogels. Hè? Ja. Die zitten daar op de graslanden te eten. En die duiken hier dan in ter verdediging. Een speciale vogels? IJsvogeltjes? Zo het... Het zou kunnen, IJsvogeltje, want er zitten hier natuurlijk vis in. Maar ja, het is een beetje lastig, want er is er veel te veel, daar is het iets te lastig voor. Er zit veel te veel begroeiing omheen. Ja. Maar zo'n tak in zo'n vijver kan wel weer ideaal zijn, want ze vissen vanaf takken. Dus dat is misschien dan weer wel goed om te laten staan. Ja, het is altijd keuzes maken in beheer. Hè? Ja. Het is altijd keuzes maken. Wat zei je? Ik zie een mooie shot van de boswachter hangen tegen een boom. Oh ja, het is altijd zo lekker, hè? Mooi, toch? Ja, deze bomen die hebben ook altijd een hele lekkere houding. Hè. Je kunt ook lekker met je rug tegenaan hangen. En dit is natuurlijk een fantastisch mooie beuk. Ja, en deze is al een hele oude vrouw. Ja, die mag wel bijkomen. Pas op. Ja, ik wil ook tegenaan. Ja, dat waar ik ook wel. Nou, weet je, het is deze boom, die kan al best van 1806 zijn, hè, toen dit landgoed gesticht is. Hangt lekker, ja. Ja, het is echt gewoon fantastisch mooi. Het is een beuk, hè? Kun je zien aan de vorm van, zeg maar, de schors. Heel zacht. Heel mooi. En deze boom die geeft dus in de zomertijd, als het dan 35 graden is, dan geeft deze boom juist koelte, want dan lijkt net een ijskast. Echt? Dus als je het bos in loopt, dan is niet de schaduw die de koelte geeft, maar de bomen. Want de bomen verdedigen zich tegen de warmte, dus die straalt dan koude uit. Oh, dus de boom knuffelen is helemaal niet uit liefde? Nee, dat is niet uit liefde, dat is gewoon zelf je eigen liefde. Worden. Je eigen liefde. Oh. Weer wat geleerd, ik blijf leren. De halsgebeemden, Frans? Halsgebeemden, ja. Ik lees altijd, ik weet er niet zo van, hè? Halsgebeemden, de beemden, dat was vroeger heel belangrijk voor de boeren. Dat waren dus de graslanden tegen een beek aan. En die kon je niet altijd, zeg maar, maaien.
Er stond ook maar vaak één keer per jaar de koeien op, want dan was het daarna kletsnat. Maar werd heel veel gebruikt ook voor het hooien. En dat waren de beemden. De beemden lagen altijd dichtbij beken. Ja. Ja. En dit is de Essenstroom? Ja, hier zijn we weer bij de nieuwe Essenstroom, moet ik weer zeggen. Want sinds 2003 is hier het waterschap bezig om uiteindelijk in 2023 die finale te hebben van de Essenstroom. Dat die weer slingerend door ons landschap loopt. En voorheen, en dan praten we voor 1965, was de Essenstroom zo'n 12 kilometer lang. En nog verder daar terug had je dus zeg maar een bepaald moment dat die stroom niet meer de Essenstroom heette. Want vanaf rond 1850, toen heette die Vuilstroom. En dat kwam... Vuilstroom? Ja, Vuilstroom. En dat kwam omdat in Tilburg steeds meer fabrieken gingen ontstaan. Zo. Die stortten al hun rotsen in de stroom neer. Ik snap het, ja. En dus de voorste stroom in Oostenrijk heet Vuilstroom. Maar die voorste stroom samen met de achterste stroom vormt de Essenstroom. Dus ook de Essenstroom kreeg de naam Vuilstroom. Ja. Nou, en daarvoor was die Essenstroom sowieso een hele lange rivier. Maar eigenlijk zoals die nu erbij ligt. En later, dus na 1965, is die gekanaliseerd, zoals dat dan heet. Sommige mensen noemen dat genormaliseerd. Ik zei geabnormaliseerd, want het is gewoon heel slecht. Ja, ja. Maar er kwam natuurlijk alles in teken van de landbouw stond. En al het water moest snel afgevoerd worden. En nu zijn we toch wel zo langzamerhand bezig. Ja, dat kan niet. Ten eerste, onze grote rivieren raakten te vol. Daarbij bleef er veel te weinig water in het achterland staan, waardoor dat de natuur enorm getroffen werd, want er zeldzame dieren waren aan de lopende band te merken en heel veel soorten verdwenen. En nu hebben we weer een prachtige Essenstroom. Mooi, mooi. Ik vind hem zo geweldig mooi. Ik zit net zo te kijken, maar het is echt heel mooi. Mooi met de meanders in, hè? En de meander is met die bochten. Ja. Het is dus een laaglandbeek en alle laaglandbeken zijn daardoor gekenmerkt. Dus een laaglandbeek is gekenmerkt door al die bochten, oftewel door die meanders. Ja, wat je dus hier ziet is aanspoelend zand. He, dat is prachtig hier. Ja. Prachtig dit stukje. Ja, het is echt te genieten hier. Ja. Zo. Het is echt mooi hier, Frans. Ja, een mooi landschap, hè? Allemaal van Bokstel, hè? Oké, Roel. Je had er straks over een bever, hè? Ja. Let op. Kom eens kijken hier. Dat meen je niet. Wacht, ja, serieus. Klop even om een beetje. Dit is dus het heel typisch beverteken. Nee. Nou, kijk maar. Dat knaagspoor. Maar ik weet zeker, als we aan de stam gaan kijken, kun je het nog mooier zien. Kom eens mee naar die stam. Kan ik het nog bewijzen ook. Ja, kijk hier. Hè. Typisch bever, hè. Zo. Ja, dat is echt typisch bever. Mooi knaagspoor. Hier. En dit hier, dat is die boom losmaken. En dit is eten. He, dus dan kun je het prachtig zien dat hier die bever ook actief is. En dat is, denk ik, omdat die Essenstroom nu weer zo mooi aan het meanderen is. Dan hoort hij, die voelt hij zich hier veel meer thuis dan in zo'n rechtgetrokken kanaaltje. Maar dit is echt heel mooi. Die maar die bever die ziet ons aankomen nu, die zegt en die is nou weg? Of, nee, of is hij alleen s'nachts actief? S'nachts actief, hè. Die zijn in de nacht actief. Ja, in de zomertijd zijn ze ook wel eens een keer overdags actief. Maar vooral in de nacht, hè. Nou, eigenlijk vooral in de ochtend donkerte en in de avond donkerte. Okay. Want waarschijnlijk ligt je nou te slapen? Maar waar die liggen te slapen in een burcht. Ja, ergens. In een burcht. Nou, weet je wat het is? Ze hebben soms burchten hier ergens, maar dit is pas nieuw, dus het kan best zijn dat die burg wat verder weg ligt. Maar ze gaan onze beken allemaal af en onderweg willen ze wat eten. En dan gaan ze kijken of hier een ideale plek is om een burg te bouwen. En dit is dan echt het typische knaagbeeld. En dit is dan echt een eetspoor, want dan eten ze de schors. Ja. En cambium heet dat dan, wat zit daaronder? Dat eten cambium? Ze op. Cambium, ja, zo heet het dan. Dat eten ze op, dat vinden ze lekker. Zo. Mooi, hè? Nou, kijk, hier ligt weer een boom plat. Is er dan weer een bever? Ja, dan ga ik even kijken. Ja, weer bever, heel duidelijk. Geknakt. En dan zien we die kraagsporen. Zie je dat? Ja, ja, ja. Dan zie je, daar heeft hij dus echt flink zitten knagen. Ja. Psst. Mooi, hè? Nou zei onze geluidsman net, bevers hebben oranje tanden. Ja, klopt. Oranje tanden? Oranje tanden, ja. Dat zijn keiharde tanden, die zijn oranje. En dat komt omdat ze dus zeg maar in die sappen ook zitten. En dan krijgen we die hele mooie oranje tanden. Dat klopt, helemaal. Oh. Heeft hij helemaal gelijk in onze geluidsman. Ja. Goed gedaan, Giel. Wat ga je doen, Frans? Ja, ik zie hier ook weer een beverspoor. Ja. Ik ga even kijken hier beneden. Ik hoor het wel, hè? Ja. Ja, het zou
Het zou goed kunnen zijn dat hij hier ergens... Frans gaat echt... Een burg gaat bouwen straks. Frans gaat echt de rimboe in doen, jongens. Maar hier, ja, hier komt hij uit, hè, uit het water. Een soort kanaaltje gemaakt. Kijk eens hoe mooi. Hier zie je, ja, hier klimt hij dan eruit. En dan gaat hij zijn gang. Op zoek naar eten. En dat zal waarschijnlijk al die boompjes zijn. Ja. Leuk, joh. Kan er een mossel tegen? Zwanenmossel. 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 Er zijn mosselen die hier in het gebied zitten. Die worden door heel veel dieren gegeten. Okay. Dat is een hele lekkere mossel. Ja? Ja. Zwanenmossel. Zwanenmossel. En dit is ook een heel mooi teken, hè? Dit is... Een stok is dat? Voedsel. Oh, daar hebben ze... Kijk, allemaal tandjes. Serieus? Oh ja. Nou, dat is toch mooi? Mooi, hè? Zou je zo willen bewaren, zoiets? Ja, dat mag ook. Daar gaan ze. Daar gaan ze. Daar gaan ze. Maar waar zijn die dan vandaan gekomen, Frans? Kijk, in de winterperiode horen ze hier wel thuis. Dit zijn dus de trekkers uit het noorden. Ja. We hebben dus de wegtrekkers, de trekkers uit het noorden, ja. De thuistrekkers. Ja. Zijn... Ze hebben toch wel interesse in elkaar? Nee, ze hebben elkaar niet zo graag. Met die lange nek daar? Ja, nou, daar hebben ze nee, dat is allemaal vrouwen ganzen daar. Nou, weet je, het is, er wordt wel af en toe een kruising tot stand gebracht. Een grauwe Canadese gans krijgen. Ja, of een Canadese grauwe gans. Ja. Ik moet zeggen, dit vind jij abnormaal. Ja. Maar toch vind ik het mooi. Ja, maar schoonheid kan ook iets zijn van bijvoorbeeld een rechte bak met water. Dat kan ook schoonheid zijn, dat geef ik wel toe. Maar als je kijkt naar de biodiversiteit en je kijkt naar de ellende die het opgeleverd heeft in de loop der jaren. Zoals? De rivieren die overstromen, hè, de grote rivier bedoelt dan de Maas, de Rijn. Ja. Van dit soort snel weglopend water. Hè. Want dit is één groot kanaal, het water loopt op alle fronten even hard weg. Ja. Nou, dat betekent aan de zijkant, er komt er geen mooie afkalving waar ijsvogels hun nesten kunnen bouwen. Ja. Vissen kunnen bijna geen eitjes leggen, want het wordt allemaal weggedreven. En het is veel te breed in zo'n kleinschalig landschap. Ja. We hebben hier een kleinschalig landschap. Ja. En moet je kijken wat een bak water hier ligt. Ja, dat is niet... Dan past het niet in de natuur thuis. Okay, maar kan het wel mooi zijn, maar het past niet in de natuur. Oké. Okay. Nou Frans, we gaan afsluiten. Ja, we hebben een mooie tocht gehad, hè? Ja. Ja, wat mijn dag helemaal goed maakt, dat neem ik de hele dag verder mee, is het vinden van die beversporen. Ja, en niet één? Nee, niet één. Dus veel. Dus want, we kwamen hier ook weer... Ja, hij is hier uit die vieze bak gekomen, hè? Die vieze oude essenstroom, hè? Die lillijke. En dan is hij naar de mooie essenstroom toe gegaan en daar gaat hij huizen. Hij houdt wel van schoonheid dan. Ja, absoluut. Die houdt van schoonheid, bevers. Ja, misschien komen we de volgende keer wel tegen, in het echt. Ja, wie weet. Wel. Bij een volgende aflevering. Ja, dat denk ik misschien wel, ja. Van Boksel natuurlijk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Een grauwe Canadese gans krijgen. Ja, of een Canadese grauwe gans. Ja.